dan gaan we kijken wie de kampioen gaat worden in deze categorie van 6-7-jarige superklasse. Wie gaat de eerste plek in de halve finale? Dat is de 4-94. Zien we Keilop, dan zien we Claudio. En dan zien we even kijken naar achteraan Sander Teunissen. Maar wie er ook nog goed bij zit is Geen Baasmond. Dat lijkt de vier mannen te gaan worden in deze categorie van 6-7-jarige. Zijn je aanstap precies blijven zitten? De aanstap blijven zo. Maar het lijkt mij dat deze mannen komen en worden dit de eerste vier finalisten. In de superfinale, superklasse. Dus Stefan Schijker, Claudio Mario Lissoletti, Sander Teunissen en Geen Baasmond. En volgens ons doet in deze halve finale Felix van Zetten, Christopher Oosmalen, Jurgen Koorman en Huub van Leijman. In de volgende halve finale te groepen, dat is 6-7-jarige. En even kijken, want het is de 407 op de Linkolpen. En daar ook heel goed bij zitten met 57. Rick Schagenaar. Dan gaan we even kijken naar 3 en 4. Even kijken, 431. Hij zit er ook goed bij, hoor. Dat is Jesse de Veer. En wie wordt dan in de vierde in deze rij? Dat lijkt erop op hem de heus te worden. Gaat zijn dat redden? Of komt dat toch nog aan? Hoe moet ik kijken naar de zonen van jou? Oftewel Kees Wolf of Nevo Boksel. Het is de Nevo Boksel. Zij komt nog steeds dichterbij. Gaat ze nog een beetje dichterbij komen? Dan wordt het toch Rick overwinning, die is voor dit doelgoed. De tweede is de Rick Schapenaar. Derde is hier de weer. En de eerstaas is en blijft van Ver de Heus. Superklasse achterin ging aan. En deze beweging gaat het allemaal sneller en sneller. En de sprongen worden hoger. En het is hier een hele goede start van de 719 van Niek Meijering. Samen met Wiel en Maas. Zij zitten samen op 1 en 2. Dan zien we 4-96 met 3 zitten. Renske van Zandvoort. En wie is dat hier nummer 4? Dat is Koeman Lauwensen. Dat lijkt om 4 mannen en dames te worden. Die doorgaat zometeen in die finale van die 8-9 jaar. Er zit een heel gaatje tussen met 1 en 2. En 5 tot en 8. En dan moeten we hier de kerk in deze mannen komen in de boot. En dan is de finalist in deze groep. Wie dan de Haas, niet mee. En dan zitten we ook op de 5. Met 4 en 2. En hier zien we met 4-33 Kevin Koolenbos. Dan zien we daar wat bij zitten, Max Nijkamp op de tweede plek. En dan gaan we even met 3-4-5, dat is 4-18. Dat is Kim Richters. En we zien Kerkhoff erbij zitten. Maar we zien ook nog Tijn van Hoorn erbij zitten. En wie zit er nog meer aan de buitenkant? Danny van Zetten. En dat kan nog alle kanten op. Nu zijn de verschillen niet zo groot. En gaan we eens kijken of dat op de vierde plek gaat veranderen. Die eerste plek, 3-70-5. Voor Kevin Koolenbos. Voor Max Nijkamp lijkt het ook goed te zitten, voor Kim Richters ook. Dan gaan we nog wel voor komen op voor Rick Kerkhoff. Dan moet hij niet afgestaan. Dan pak hij hier voor de vierde plek. En gaan wij straks mee naar die finale. Bij de superklasse afgelegen. Ja, daar lijkt het wel op. Vier plaats voor Nick Kerkhoff. En wie zit er nog op Fries? Maar Sven zit om zich heen te kijken, dat moet hij nog doen. En dan komt Felix Stolt aan. En Felix Stolt op 10 gesteld voor de plaatsje 4. En hij gaat mee naar de finale met een superkopje van 4 en 11 jaar. En hij gaat naar de volgende groep. En dan zien we dat hij nog op 4 zit. En dan zit hij hier. En dan komt hij op 4. En dan komt hij hier langs. Max van Dinkel en Tony van Tessel. En die heeft de eindelijk tussen de buurt en de finale. Ja, Corrie, die zit er nog op 3. Maar die nog 4 zit er ook aan, hoor. Zij zitten nog heel goed mee. En gaat zij even winnen. Gaat zij even winnen. Om Rale Nederland. Stop die finale of zo. Ze nemen een hele tijd niet uit. En dan komt er aan. Gaat ze weer naar de kool. En dan wordt het nog Rale Nederland. Hoor je nog toe? Dan wordt het nog Rale Nederland. Dan wordt het nog Rale Nederland. Dit zie je niet nog met haar. En we gaan verder met de 12 en 13 jaar, gemiste 6 naar beneden. 2 vallen eraf, 4 vallen door. En wie gaat dan door? Het is Timmermans, maar hij zit er goed bij, hoor. Hij zit er helemaal aan het voren. En we zien ook Van der Wiel zitten goed bij. En we zien Schmitz er goed bij zitten. En we zien Jacob er goed bij zitten. En dan lijkt het ook te gaan vallen voor de 305 van Nico Hendero en Mark Heesakkers. En Christensen gaat het zo leven, want hij stopt het steeds aan. Die maakt een klein foutje en die gaat het laatste controleren. Dat is Jeroen van der Wiel. Hij pakt de eerste plek. Nee, dat is de voetbal. Hij is Tim Smits. En die gaat als vierde mee. Dat is Anja Jacobs. Zij gaan zich kwalificeren voor die superklasse 12 en 13 jaar. Ja. En we hebben de ene laatste halve finale te pakken. En dit gaat erop. Dit gaat erop. Dit komt in nummer 2. Dan zien we wel nummer 2. En die zit er nog meer.
ik zie van Ude. En ik zie hier even in de lucht. Dat is het tweede toren. Dat zijn de mannen op de eerste vier plekken. En dan zien we de gevoelens van deze keer. Gaan we nog op de koning? Gaan ze nog een stukje naar voren komen om mee te gaan naar die finale? Het gaat het goed vallen voor deze mannen. Het is van Pinter de Veen. We hebben nog twee dus. En wie zit er nog meer in de toren? Ik zal de vierde toren. En dan zien we de vierde wat van Ude. En dat zijn de eerste vier mannen. Zij gaan door naar die finale bij die cruiser en 14 jaar en andere categorie. Laatste ritje, nummer 18. En dat gaat hier nog naar achter gevoegd worden. Dat zijn in ieder geval nog uit op twee man van Heerlijke. Heerkens, en we zien daar ook bij zitten, Bollevoet. En we zien de vier daartussen zitten. En we zien daar Heerkens bij zitten, maar er zit nog veel meer bij. Wie gaat nu uit de tweede bocht daar voorop zitten? Dat is Heerkens, die zit steeds. Dan de 49, Bollevoet. Dan zit er weer. Dat is van de 70. Dat is van Berg, die zit er voor. Ja, Maarten Weer, nu zijn we van de zon weer herkennen. En hij is er net uit voor die